Racerunning, zo heet deze sport die sinds kort ook in Westland aangeboden wordt. Maar wat is het nu precies? Hardlopen of toch meer fietsen? Het is een loophulpmiddel. Eigenlijk kun je het als loophulpmiddel betitelen. Maar het is ontworpen uiteindelijk als een sporthulpmiddel. Het komt uit Denemarken. Conny Hansen is ermee begonnen in Denemarken. En vanuit Denemarken is het nu eigenlijk langzaam Europa aan het veroveren. Maar mondiaal wordt het ook steeds groter. Want als je racerunning in Australië of Amerika gaat opzoeken, dan vind je het daar ook. Dus het begint steeds groter te worden. Nou, je merkt het ook hier in het Westland dat het steeds populairder gaat worden. Want bij een kliniek die je geeft, komen gewoon 7 kinderen op af. Bij racerunning wordt gebruik gemaakt van een bijzondere driewielloopfiets. Met onder meer een speciale steun voor de borst om stabiel te kunnen blijven. Deze door een Deense fysiotherapeut bedachte methode wordt al door enkele tientallen atletiekverenigingen in ons land aangeboden. Nee, racerunnen is eigenlijk een nieuw onderdeel van atletiek voor kinderen met een handicap. En wij vinden als Olympus 70 dat ook gewoon hier moet kunnen. Wij zijn een atletiekvereniging, we zijn veelzijdig betrokken en wij vinden dat dit daar dus ook bij hoort. En daarom willen we hier gewoon heel graag mee starten. Om in Naaldwijk te kunnen starten moest er eerst een geschikte trainer worden gevonden. Binnen het ledenbestand van Olympus 70 zit ook de uit Schravenzande afkomstige Ellen Naastepad. Ze is van beroep ergotherapeut en stelt zich beschikbaar. Het verschil met een normale training is dat elk kind dat bezig is bij mij in de racerunning op eigen mogelijkheden kan sporten. Dus er moet echt gekeken worden wat een kindje fysiek kan of een volwassene. Wat kan die motorisch aan? Daarom is ook de racerunner dat ze wat makkelijker kunnen lopen. Maar dat is het grootste verschil. Je kunt wel een groep training geven, maar elk heeft zijn eigen mogelijkheden. De ene loopt harder dan de ander. Het was de bedoeling om al in maart dit jaar te starten met racerunning in het kader van het 50-jarig bestaan van de club. Maar door de coronacrisis is dat 3 maanden uitgesteld. Verder is de club bezig met fondsenwerving voor de aanschaf van racerunners, die al gauw rond de €2500 per stuk kosten. Het is de bedoeling dat er officieel gestart wordt met racerunnen bij Olympus 70 vanaf september.